fijn slapen. Leerkrachten van basisschool De Kei en Hippolytus Hoef staken vandaag voor betere arbeidsvoorwaarden. Maar stilzitten is er niet bij. De juffen en meesters zijn hard aan het werk in de speeltuin. Ja, harken, schrapen, het kan bijna niet symbolischer. Nee, dat klopt. We kampen met een groot lerarentekort die alleen maar zal oplopen. We hebben het vandaag tijdens de staking ook over een stukje beloning daarin. Dus daarin schrapen we ook van allerlei dingen bij elkaar. Net als dat we leerkrachten op allerlei plekken vandaan proberen te schrapen. Dus in dat opzicht is het een zeer symbolische ochtend inderdaad. Nou, staken en toch nog aan het werk. Ja, zeker. Ik vind het vooral heel belangrijk dat wij laten zien dat we het voor de kinderen doen eigenlijk. Dus nu doen we sowieso iets voor de kinderen. Een beetje de frustratie eruit. Ja, nou ja, gewoon vooral omdat het eigenlijk vooral op het nieuws is van we doen het voor meer geld. En dat vooral de belangrijkste reden is. En ik zie nu gewoon vooral het invalprobleem. Blij met een paar extra handen? Absoluut, zeker. Steek echt de handen uit de mouw vandaan en zijn echt goed bezig. Ja, ik ben heel trots. Eigenlijk zouden ze voor de klas moeten staan. Dus het, voor mijn kinderen zijn ook eigenlijk alle leraren aanwezig. Ik merk wel dat ze toch wel regelmatig vrij zijn. Ook dat wat te maken heeft met een lerarentekort. Ik hoop dat ze een keer wakker geschud worden daar in Den Haag. Ik vind het wel jammer om te zien, om mee te maken. En het, daar lig je ook wel eens wakker van. Ik ben inmiddels op een leeftijd dat mijn kleinkinderen op school zitten. Dus dat komt ook wel wat dichterbij. Ik merk ook privé welke impact het heeft. Is het maandag helemaal anders? Nee, ik ben bang van niet. Ik ben bang dat daar toch heel wat tijd overheen gaat. De politiek moet denk ik toch zijn verantwoordelijkheid nemen. En het is aan ons als scholen en besturen om toch allerlei creatieve oplossingen te proberen te vinden.